Lekker uitwaaien in de hoek van Holland. Maar niet naar de overkant van de waterweg kijken, want daar zijn al die rokende schoorstenen. Hoe schoon is onze lucht eigenlijk? Je hebt vast wel eens gehoord dat door de coronamaatregelen de luchtkwaliteit is verbeterd. En dat klopt, want we gaan met de auto minder vaak op pad en vliegen doen we al bijna helemaal niet meer. Maar laten we kijken naar de lange termijn. Het goede nieuws? De luchtkwaliteit is in de afgelopen 20 jaar in Nederland flink verbeterd. Daarvoor zijn wettelijke eisen voor de concentraties luchtvervuilende stoffen. Toch gaat het nog wel eens mis, bijvoorbeeld hier in Hoek van Holland. Daar voldoen ze wel aan de eisen, maar in periodes van droogte en harde wind hebben ze hier last van zwarte stof van de overslagbedrijven. Het kan dus beter. Als je de lucht bij ons vergelijkt met de lucht in bijvoorbeeld Groningen, is de lucht bij ons een stuk slechter. En nu hoor ik je denken, is dat erg? Ja, dat is erg. Want mensen die wonen in gebieden met meer luchtvervuiling hebben over het algemeen meer kans op gezondheidsproblemen, zoals luchtwegklachten, astma en hart- en vaatziekten. Maar die vervuiling komt natuurlijk niet alleen van de industrie en de scheepvaart, maar ook van bijvoorbeeld vliegtuigen, auto's, bussen, vrachtwagens, brommers, scooters en ook boerderijen. Hoe weten we nou hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is? Door heel Nederland staan meer dan 100 meethuisjes die de luchtkwaliteit in kaart brengen. Dat zijn dit soort huisjes, zoals hier in Hoek van Holland. En in Maassluis staat er trouwens ook één. En al die metertjes die sturen informatie door naar bijvoorbeeld de DCMR. Dat is de Milieudienst in Rijnmond. Die checkt of de luchtkwaliteit oké is. En jij kunt die info ook checken op deze site. Daar kun je real-time zien welke stoffen er precies in de lucht zitten en of we ons al zorgen moeten gaan maken. De meldkamer van de DCMR kan als het nodig is een inspecteur op pad sturen. En als het dan heel erg gesteld is met de luchtkwaliteit, slaan ze alarm. En dan kunnen ze bijvoorbeeld adviseren om ramen en deuren te sluiten, zoals bij een grote brand. Ik zei het net al, de luchtkwaliteit voldoet aan de normen die de overheid heeft gesteld. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft strengere eisen. Die vindt bijvoorbeeld dat er qua fijnstof en ozon nog wel wat kan verbeteren hier in Nederland. Wat kun je nou zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Nou, pak bijvoorbeeld niet de auto, maar de fiets. En lekker die open haard, lekker warm, maar doe dat maar niet. En ga bijvoorbeeld een keer met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig. Hopelijk ben je nu iets wijzer geworden over de luchtkwaliteit hier. Heb jij nou ook zo'n onderwerp dat hem uitleg vraagt? Stuur ons dan een berichtje. Joe!